De 38-jarige Rave van Dorst zat gisteren in de tv-show van Arjen Lubach om diens programma Nachtdieren te promoten. De gastheer bekent tijdens het gesprek dat hij zelf helemaal geen nachtdier is. Nee, helemaal niet. Ik zou het wel willen. Ik heb het wel een paar keer geprobeerd in mijn leven, dat ik dacht, nu ga ik 's nachts leven. Dat is echter niet gelukt, aldus Arjen. Ik ben echt een ochtendmens. Ik ben zo'n irritante klootzak die om 6:30 zegt, hallo allemaal. Rave verbaasd, hoe kom jij zo wit dan? Ik dacht, jij leeft 's nachts. Heb je de gordijnen dicht? Arjen, ja, want ik haat het daglicht ook. Ja, dat weet ik niet, dat zijn mijn genen denk ik. Als ik dan in de zon ga zitten, word ik snel bruin, dus dan zit ik liever niet in de zon. Later in het gesprek gedraagt Arjen zich opeens als een verslaggever van RTL Boulevard. Ik begrijp, je bent samen gaan wonen, legt hij Rave voor. Die daarop, ja, een tijdje terug. Arjen, is dit een huisje-boompje-beestje situatie? Rave, nou ja, ik heb een huisje, ik heb een boompje, maar geen beestje. Ik ben wel op zoek naar een hond. Leuk dat je het vraagt. Dat laatste is overduidelijk een verwijzing naar het feit dat Arjen's interviews nagenoeg volledig geregisseerd zijn. Arjen, ja, dat hoorde ik al. Ik hoorde dat jij een beestje wilde. Rave, mijn vriendin heeft een beetje nesteldrang. We proberen al heel lang een baby te maken. Ik ga het zo weer even proberen, denk ik, maar... Arjen, en het hondje. Wil je een reutje of een teefje? Rave, vraag je dat nou aan mij? Arjen, dat maakt dus niet uit. Oké, prima,